naam, Funky Boys? Yo, ik ben Daan van Rijn van Ros. Wij gaan vandaag flesje trap doen. Let's go. Hey, nu gaan we steen, papier, schaar doen en degene die wint mag beginnen. Steen, papier, schaar. Dat is weg. Degene die als eerste altijd de kant één keer heeft omgeschoten, die is de winnaar. Dit is twee ronden. En dan gaan we links. Hey, dit is mijn tweede schot. Goed, Jordan. Als je de lat lekt en een fles valt eraf. Ja, dat telt hij niet. Telt hij niet, hè? Ja. Dus. Ik heb het ook een vast hebben, hè? Nou, weet je wat nou vast hebben, hè? Dan. Ja, vierde ronde. Ja, maar dan vierde ronde. Die zal die wel weten dan. Oh, ja! Ik sta vijfde ronde, we zijn even een stukje erbij, want weet je, mij lukt het wel, alleen Daan lukt het denk ik niet. Gast. Dit vind ik niet normaal, hè? Oh. Oké, we gaan rechts. Oh nee, toch niet. Ronde 7, maar het is best lastig. Je kan niet altijd in één keer raken. Dus we gaan nog twee keer. En als het niet raakt, ja, ja dan, gaan we even, dan gaan we iets van een golden goal doen of zo. Zoiets van een goal. Dan gaan we een lachje trap doen. Dan gaan we een lachje trap doen wie het eerste raakt. Ja, dat is toch gewoon. Toch? Doen we in de eerste raak die gewonnen. Maar we doen wel, als ik hem raak, heeft Daan nog een kans. Als je hem ook raakt, gaan we door. Ja. Doe maar! Oh, zo! Zo! En de fles! Hij heeft gewonnen ook. Ja, wacht, nee, nee, nee. Ja, hij raakt de lat en de fles. Ja, nee, maar dat doet niet meer. Ja, echt wel. Nee. Hij heeft gewonnen. Nee, dat... ik heb nog een kans! Er was een beetje onduidelijkheid in het spel. Daardoor kreeg je een beetje ruzie. Maar probeer wel altijd even positief te blijven. Anders ontstaan er gevechten. En dat moet je niet hebben, toch? Nee. Want dan, ja. Dank je wel. Oké, leuk. Je hebt gekeken naar de flesjetrap. Zorg dat je even liked. En zorg graag dat je even abonneert. En wil je nou meedoen? Vergeet dan niet op de link te klikken hier beneden. En kom maar even, boys. Rijvogels, Valk hebben we nog niemand van, Rijnsburg en Kattek. Doei!